Hallo, welkom terug bij Vogelen met Limosa. Vandaag zitten we weer in Portugal in de Beira op de camping en we gaan proberen de wielewaal te vinden. Je hoort hem al een beetje op de achtergrond zingen. De wielewaal is helemaal geen zeldzame vogel in Portugal, maar extreem moeilijk te zien. Je hoort hem altijd, maar hij is heel schuw, is bewegelijk en rusteloos en zit altijd boven in de top van een boom. Dus zien is de kunst. Deze schorre, gaai-achtige kreet is van de wielewaal. Hij zit daar dus achter in de bomen. Maar zien, ho maar. Nu hoor je hem zingen. Prachtige, rijke, volle dudeljo-klank. Heel uniek. Alleen af en toe te verwarren met een merel op afstand. Ja, hij zit in de buurt, maar geen glimp. Nou, eens kijken of we in de buurt iets meer kans hebben. Het is een prachtig geluid, het is een schitterende vogel. Nu loop ik om en ik zit dus heel dicht in de buurt. Hij zit echt hier ergens in de boom. Ja, ik kan hem bijna aanraken. Maar geen glimp. Het is net een nachtegaal. Je staat voor de boom, maar je ziet hem niet. En dat heldere geel is helemaal niet zo helder als je tegen de zon in boven in de bladeren kijkt. Ja, het is heel frustrerend, maar we zien hem weer niet. Maar hier in deze boomgaard horen we deze kleine kreetjes, en dat is de bedelroep van een jonge uitgevlogen wielewaal ergens in de buurt, en die moet worden gevoed. En daar zit hij. Kijk, hoor je de rauwe kreet? Dat is de communicatie met een van zijn ouders. Daar zit hij. Helemaal niet een hele exotische tropische gele vogel nog, maar een beetje groen-grijzig verenkleed, lichte borst met duidelijke streping. Nog haast geen staart en een beetje kalige kop met wat pluimveertjes. Nou, ik ga hier snel weg, want het is natuurlijk wel gaaf dat we een jonge wielewaal zien, maar die moeten we niet verstoren. En de ouders zijn ook super schuw. Hier horen we een van de ouders roepen met het jong, zit in de buurt. Maar weer geen glimp. Dus we blijven rustig doorzoeken. Kijk, daar zit hij, maar ik krijg hem niet scherp. Ja, weg. Die dan. Ja, ik moet tussen de bosjes doorkruipen. Weer niet scherp. Nu dan. Kijk, wat een fantastisch beest, hè? Maar ik kan de camera niet stilhouden, want ik zit heel ongemakkelijk. Yes, raak. Kijk, wat een fantastische verschijning. Dat is toch de tropen in Europa. Wat een vogel. Knalgeel, zwarte vleugels, rode snavel. En dit is dus zijn rauwe kreet. Zo hoor je hem heel vaak. Geen gaai, maar een wielewaal. Het vrouwtje is groenig, maar het mannetje is onvergelijkbaar met niks. Dudeljo, we hebben hem gevonden. Kikken. Heel gaaf. Tot de volgende keer. Doei doeg.